Dag mensen, een hele goede morgen en welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief van aard en geen financieel advies. En vergeet de video niet een like te geven als je de content kunt waarderen en abonneer je op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Beide kosten je helemaal niks. En we gaan beginnen met de futures gap, want de futures gap op 54.000 is eindelijk gevuld. Het heeft weken geduurd, maar we zien nu dat de gap is gevuld. Waar veel mensen nog vaak de fout in gaan, is dat ze denken dat het echt alleen om de tradingruimte gaat. Daar gaat het natuurlijk ook al om, waar er geen trade is geplaatst, omdat het dicht is in het weekend. Maar ik hou zelf altijd de daily aan om de gap open, de close van de laatste vrijdag en de open van de maandag. Dat hou ik zelf altijd aan als de gap. En je ziet vaak ook dat de koers naar beneden gaat om eerst de 4 uur gap close te vullen, om vervolgens daarna toch nog iets naar beneden te gaan om de rest van de gap ook volledig te vullen. Dus de gap is nu in mijn ogen ook volledig gevuld. We zijn er zelfs nog iets onder geschoten. Maar die gap is in ieder geval gevuld. Dat is één positief ding om te zien in ieder geval. Betekent niet dat we niet nog verder kunnen zakken. Maar op dit moment lijken we ook op de futures grafiek iets van een falling wedge te vormen. En je ziet dat er wel nieuwe lows worden gemaakt. Maar die nieuwe lows die worden steeds minder diep. En dat betekent dat de verkoopkracht eigenlijk aan het afnemen is. En ook de RSI is hier aan het stijgen. Dus we zien hier ook nog eens bullish divergentie op de 1 uur RSI voor de futuresbeurs. Dus we zouden hier zeker potentieel een bodem kunnen gaan vormen. Een tijdelijke bodem in ieder geval. Als we kijken naar de dagelijkse grafiek, dan zien we dus dat die gap is gevuld op de 54.000. En wat we ook zien is dat de koers hier lijkt te willen gaan afronden. Wat we zien aan het volume is dat het volume hoog was, maar dat is aan het afnemen. Een afnemende verkoopvolume vertelt je dat we in ieder geval richting een bodem gaan. Zegt nog niet dat de bodem er is, maar dat we wel richting een bodem gaan en hier wellicht iets van een bodem kunnen gaan vormen. Waar moeten we op letten om weer bullish te mogen zijn? In mijn ogen moeten we in ieder geval weer boven de golden pocket komen. Boven de 60.200 tot 59.740. Dus in het best case scenario gaan we hier weer omhoog. Komen we boven de golden pocket, maken we die support en dan kunnen we vrolijk weer door naar boven. Is dat het meest waarschijnlijk? Nou, gezien de daling eigenlijk niet. Hè, dus dan zouden we eigenlijk eerder iets van een grotere symmetrische driehoek kunnen gaan vormen in de komende weken. En dat zou het betere scenario zijn. En het meest bearish scenario zou eigenlijk zijn als we hier iets van een bear flag gaan vormen. En niet boven die 0,382 komen op de 56.600. Dat is eigenlijk de eerste grens die bulls echt moeten gaan breken om meer bullish te mogen zijn. Want anders kan dit gewoon een bear flag worden. En waarbij we in de komende dagen hier inderdaad iets van een bodem vormen. Hier omhoog schieten, een bear flag vormen. Om vervolgens duit te breken naar beneden en richting de volgende technische target te gaan. En dan zie ik de koers eigenlijk ook wel richting deze supportbox gaan op de 45.000 tot $42.000 die samen zal vallen met de 200 daily moving average en ook de 21 weekly moving average. Een ander punt van zorg is dat we in ieder geval weer dus onder de 50 moving average zijn gekomen. We zijn er ook onder gesloten. We probeerden hierboven te komen. Even een beetje inzoomen. Dus koers probeerde boven de 50 moving average te komen, deze paarse lijn, maar die is daar ook op afgewezen. En ook zie je hier met gemak eigenlijk dat de koers onder de 12 EMA ligt. Dus de bears hebben op dit moment zeker de overhand. De bounce tot nu toe, ja, die is eigenlijk nog niet echt geweest, omdat de koers nog steeds onder die 0,382 zit. Maar potentieel gaan we hier een bodem zien. Ook op de lagere timeframes zien we potentiële bodemingspatronen ontstaan. Dus dat is wel waar ik naar kijk. Maar we moeten zeker nog waken. Als we hier een bear flag krijgen en die breekt naar beneden uit, dan kunnen we nog flink veel dieper gaan zakken op de daily. En om weer bullish te mogen zijn, moeten we echt dus weer boven die $60.000 komen. Dan, wil je leren traden zoals ik dat doe, dan kun je natuurlijk een handelscursus doen. Je leert wat traden is, hoe en waar je kunt instappen, maar ook vooral waarom. En je bent dan ook minder afhankelijk van analisten. En je komt ook in een premium Discord groep waarbij ik meerdere updates over de dag heen deel. En ook op de dagen dat ik geen filmpje maak voor de YouTube kanalen, doe ik dat regelmatig ook nog wel eens voor de premium Discord. Je kunt natuurlijk ook eens een weekje meedraaien in de premium Discord groep. Of je kunt eerst de kennismakingscursus doen voor traden. Dan leer je ook al een hele goede basis. En voor degene die meer verdieping willen in het traden, meer met hefboom willen leren traden, dus meer winst, maar nog steeds beperkt verlies, dan kun je natuurlijk ook handelen in cryptocurrencies deel 2 doen.
Dan, wat hebben we de afgelopen uren gezien? Nou, gisteren het opwaartse kanaal. En ik zei dat dat over het algemeen naar beneden uitbreekt. En als we even inzoomen, dan zien we dus ook dat de koers, die heeft nog een mooie bounce omhoog gemaakt. Naar die middellijn werd afgewezen. Wat ook de onderkant is van die grotere opwaartse driehoek. Dus we hebben daar ook weer een bearish afwijzing gekregen. Kregen daar een daling. En daarna kregen we eigenlijk een vrijwel perfecte bearish hertest. En daarna is de koers doorgegaan naar beneden richting de Golden Pocket regio. En daar lijkt het nu ook te bouncen. Dus ook de Golden Pocket regio support is een reden waarom ik denk dat we op dit moment tijdelijk een bodem zouden kunnen vinden. En ook hier zie je dus dat op de 1 uur, als ik deze symmetrische driehoek, die is overigens wel naar beneden uitgebroken, maar dat lijkt voorlopig een fake-out te zijn. Maar wat ik ook wel zie vormen is een falling wedge, net zoals op de futures grafiek. We maken wel lower highs en ook hier een lower low. Alleen zien we dus dat die low die is marginaal lager. En vaak betekent dat dat de bears aan stoom aan het verliezen zijn. Betekent wel dat we zeker dit nog zouden kunnen krijgen om een derde touch te krijgen op die falling wedge. Om vervolgens daarna pas naar boven uit te breken. En nogmaals, daarbij geldt, de koers moet echt boven die 0,32 Fibonacci komen. Staat een beetje ver weg, hè? Dus boven die 56.600 om meer bullish te mogen zijn en om dit voorlopig in ieder geval de bodem te kunnen noemen. Als we boven die 0,32 komen en hopelijk in ieder geval tot die 58.200, dan kunnen we ook zeggen dat we voor de symmetrische driehoek gaan, een grotere consolidatieperiode. En als we onder die 0,32 blijven, dan zouden we dus ook iets van een bear flag kunnen gaan vormen in de komende dagen. Dus dat voor Bitcoin op de lage timeframes. Waar ik eigenlijk ook vooral op zit te azen, om het maar zo te zeggen, is een 4 uur bullish divergentie. Waarbij de koers wel weer een lower low zal maken. Dus vanuit hier toch die support zal gaan verliezen van die Golden Pocket regio. En die CME Futures Gap, die ga ik ook even weghalen. En dat we in deze groene supportbox komen. Dat was eerder ook al weerstand. Weerstand, 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 support. Hier werd de support niet eens aangeraakt. Hier kwam het er doorheen, maar hield het support van de groene box. En ook hier is het support. Dus ik zie een mooie trade is altijd met de 4 bullish divergentie. Zeker in de huidige bull market. Dat zagen we eerder ook. Hier zagen we eigenlijk een 3 drive bullish divergentie. Dus 3 lagere bodems. En ook hier weer higher lows op de RSI. Oh, ietsjes naar rechts, anders zien jullie het niet. Het is dus lower lows, maar marginaal lower lows en wel higher lows op de RSI. Dus dat was één keer en daarna kregen we een hele mooie stijging. En ook hier kregen we een mooie stijging en luidde dat eigenlijk het einde in van deze correctieve fase. Lower lows op de koers, higher lows op de RSI en daarna kregen we ook een mooie pump omhoog. En in die pump omhoog willen we dus graag zien dat de koers richting die Golden Pocket gaat en eigenlijk ook erboven. Het komt erop neer hoe hoger de koers hier naar die bounce omhoog gaat, hoe sterker dat is en hoe hoger de kans is dat dit de bodem is geweest en dat we omhoog kunnen kijken. Krijgen we dat niet, dan krijgen we dus die bear flag en dan kunnen we op de daily echt nog wel doorzakken richting die box tussen de 42.000 en de $45.000. Dus voor mij zal de meest interessante trade zijn, die falling wedge op de 1 uur. Of de 4 uur bullish divergentie bounce. En bij die bullish divergentie bounce kan het ook zeker zijn dat de koers er doorheen zakt. Het gaat echt om de 4 uur close van de candlestick. Dus die moet echt lager sluiten dan deze in ieder geval. En bij de tweede candlestick na die close kun je ook zeggen, oké, als die is gesloten, dan kun je instappen. Updates daarover zullen natuurlijk komen in de premium Discord groep ook. En anders morgenochtend weer in de video. Goed, dat was het voor deze video. Ik zou zeggen, happy trading, een hele fijne dag en tot morgen weer.